Bardo! Bardo! Hey, Bardo! Oh, what the fuck? Waarom gooi je een tas in mijn gezicht? Gewoon om je wakker te maken! Oh ja, natuurlijk. En omdat meneer mij wakker wil maken, gooit meneer een tas met bakstenen in mijn gezicht. Kom op, man! Ho, ik wist niet dat er stenen in die tas zaten. Kom op, je weet dat ik stenen spaar. Die doe ik in mijn tas. Zo moeilijk is dat niet. Ah, kom op, man! Dat je stenen verzamelt, snap ik. Maar er is geen mens op aarde die bakstenen verzamelt. Wees nou geen racist over bakstenen. Romo. En wat was... Nee, niks bijzonders. Zoon. Ja man, in mijn droom nam ik mijn kleinzoon mee naar Amsterdam, want hij wou mij iets typisch Nederlands laten zien. Oh man, where are we going? Where are we? You're gonna love this. Oh, what's this? Oh man, I was hoping for something like a coffee shop. Godverdomme. Kom op, Bardo, alsof een 8-jarig kind naar een coffeeshop wil. Hey, wie weet houdt hij wel van koffie. Oh man, en hij was ook nog eens Engels. Dat is omdat iedereen al lang weet dat ik iets heb met Britney Spears. Ik denk niet dat jij of Britney Spears een kind op zou kunnen vrolijken. Laat staan samen. Oh, ik weet wel een manier hoor. Kiddo, you want some French fries? Yeah, you want... Dude! Oh, wauw, dat is gewoon gemeen. Hoezo? Ik weet niet waarom het precies gemeen zou moeten zijn. Misschien omdat je zijn patat weggooit. En daarnaast is het ook nog een keer heel erg ongezond voor een kind. Ach, maak je geen zorgen over het ongezonde. Ik bedoel, tegen die tijd doe ik echt wel aan sport. Ja, natuurlijk. Wat voor sport? Weet ik veel. Waarschijnlijk iets als schaken, dammen, jeu de boel of dansen? Ja, laat me raden. Je gaat zeker paaldansen. Wat? Oké, wacht even. In mijn eentje dansen, gast. Ik dans nooit alleen. Ja, kijk. Je danst met dat meisje op de achtergrond. Nou... En daarnaast zou ik ook modern paaldansen, niet ouderwets. Man, Bardo, jij wordt echt een oude, vieze, twerkende opa. Ah, dankjewel man, leuk om te horen. Dat was geen compliment! Oh, nou weet je, Britney Spears zou dat nooit doen bij mij, hè? Misschien moet je iets gaan doen waar je gewoon iets van opsteekt. Ja hoor, zoals wat dan? Nou, lees een boek, bezoek een museum, neem een cruise, weet ik veel, doe iets. Oké, ik zou wel naar museums gaan. Een museum? Bardo, let op het niveau! Ah, hoezo? Nou, als jij opa bent, ga jij niet naar museums. Nee, je gaat naar seksmuseums. En je haat kaaswinkels, wil alleen maar blowen en is de hele dag aan het twerken. Dat is meer dan jij nu gemiddeld doet op een dag. Dat is niet waar. Ik ging bijvoorbeeld vandaag misschien heb je wel gelijk. En daarnaast snap ik ook niet dat jouw kleinzoon niet woedend op jou is dat jij die patat van hem op de grond hebt gegooid. Ik zou woest zijn, ik zou je kapot maken. Dat hij niet boos was. Wat? Nee, natuurlijk niet. Ik ben gewoon vergeten hoe hij erop reageerde. Ik bedoel, ja, hoe reageerde hij ook alweer? Volgens mij kon hij er wel om lachen. Yo, what up gasten, bedankt voor het kijken naar deze Pixel met de nieuwe Banjo Movie op jouw beeldbuis. Naast dat ik jullie wil bedanken, wil ik ook de cast en crew van Jackass Bad Grandpa bedanken. Met name Nicole Jackson, het kindersterretje uit de film. Hij heeft ook meegespeeld in deze video. En daarnaast heeft de regisseur van Jackass, Jeff Tremaine, ook meegeholpen met het maken en filmen van deze video. Heel erg bedankt. Zonder hem was deze video niet mogelijk. De film Jackass Bad Grandpa draait nu in de bioscoop. En hier rechts van mij kan je doorklikken naar Banjo Town, waar video's online komen van mij met Johnny Knoxville. Maar geef deze video vooral een groen duimpje. Deel hem met al je vrienden. Stuur hem met name door naar iedereen die later ook een hele vieze oude twerkende opa wordt. Gewoon de link hierboven zet op de Facebook van iemand die later echt een vieze opa wordt doen. Of je tweet hem gewoon naar die persoon, dat kan ook. In ieder geval bedankt voor het delen en het groene duimpje. Check Banjo Town voor meer Jackass Bad Grandpa. En ik check jullie. Water!